Zelda-games zijn enorm in schaal en nieuwe ervaringen en dat belooft Tears of the Kingdom ook weer te worden. Aan ons de taak om jou zo goed mogelijk te laten starten met de game en daarom maken we deze video met alle informatie die je moet weten voordat je begint aan Tears of the Kingdom. En dat doen we natuurlijk zonder spoilers weg te geven. Tears of the Kingdom is het vervolg op Breath of the Wild, maar voegt een aantal nieuwe gebieden en krachten toe die de game een compleet nieuw gevoel geven. Hierdoor lijkt Tears of the Kingdom niet op een vervolg, maar een op zichzelf staande game. De grafische stijl zal je bekend voorkomen als je Breath of the Wild hebt gespeeld, net als in grote delen de opzet van de wereld, maar Tears of the Kingdom is buiten dat een heel bijzondere nieuwe ervaring. Vanwege een explosieve gebeurtenis waarover we nog niks willen verklappen, is de wereld van Hyrule op de grond flink veranderd ten opzichte van Breath of the Wild. Je zal de verschillende biomes nog herkennen, maar deze zien er compleet anders uit dan in het origineel. Je hoeft er dus niet bang voor te zijn dat je gebieden tegen zou komen die je al tot in de nopjes kent. Daarnaast zijn er in de lucht grote groepen eilanden ontstaan die Link met zijn nieuwe krachten kan ontdekken. Op deze eilanden zijn verschillende puzzels te vinden die je op moet lossen en dit zorgt ervoor dat de spelwereld nog vele malen groter is geworden. In Tears of the Kingdom zullen ook de grote bergen die je kon beklimmen in Breath of the Wild grotten bevatten die je van binnen kunt ontdekken. Je merkt het al, op de vaste grond, in de lucht en in grotten zijn er enorme gebieden die Link kan en moet doorkruisen om zijn doel te bereiken. Link krijgt hiervoor een aantal nieuwe krachten die ervoor zorgen dat hij nog veel creatiever kan vechten en op avontuur kan gaan dan in Breath of the Wild. Laten we kijken naar zijn nieuwe krachten. Als eerste krijgt Link de mogelijkheid om items die los kunnen bewegen in de wereld te beïnvloeden met Recall. Recall zorgt ervoor dat objecten teruggaan in de tijd, terwijl de rest van de omgeving gewoon verder beweegt. Zo kun je bijvoorbeeld een karretje dat van een berg af is gerold terug laten gaan in de tijd om weer bovenop de berg te belanden. Link kan in het karretje gaan zitten om bovenop de berg te komen. Daarbij kan Link dit ook gebruiken in gevechten door bijvoorbeeld een gegooide steen terug te spoelen in de tijd, zodat de steen op het hoofd van de vijand zal belanden. Daarnaast krijgt Link ook de mogelijkheid om objecten aan elkaar vast te plakken met Fuse. Hierdoor kun je bijvoorbeeld je wapen plakken aan de hoorns van een verslagen Bokoblin om zo een nog sterker wapen te maken. De mogelijkheden hiermee zijn enorm en dagen de speler uit om zo creatief mogelijk te denken. Als je eenmaal doorhebt dat je alle losse objecten in de wereld kunt gebruiken met Fuse, kom je erachter dat je eindeloos wapens kunt maken. Daarbij is Ultra Hand de ideale ability om voertuigen te bouwen. Denk dan bijvoorbeeld aan een luchtballon om de eilanden mee te bereiken, een auto om snel over de grond te racen of een zweefvliegtuig die je snel van eiland naar eiland kan brengen. Met Ultra Hand pak je objecten op uit de wereld en plak je deze automatisch aan elkaar. Dit voelt een beetje als knutselen, maar dan met hout, ventilatoren, raketten en andere toffe items. Je voelt je dankzij Ultra Hand een ware ingenieur die nieuwe ontdekkingen doet elke keer als je iets nieuws maakt. Tot slot is er ook Ascent dat je kunt gebruiken. Ascent laat Link reizen door platformen die boven hem zitten, zolang hij daarboven ook kan staan. Hierdoor kan Link bijvoorbeeld plots achter een vijand komen te staan die bovenop een platform of huisje staat, maar kan hij ook door hele bergen teleporteren om snel bovenop de berg te komen. Ascent zal ervoor zorgen dat je nog makkelijker kunt reizen door Hyrule en vijanden kunt verrassen. Naast deze nieuwe krachten zijn items ook een stuk belangrijker geworden in Tears of the Kingdom en wil je er zoveel mogelijk verzamelen. Je kunt deze items namelijk met Fuse vastmaken aan je wapens en met name pijlen zijn daardoor enorm sterk. Wij hebben bijvoorbeeld vaak de witte Choo-Choo Jelly gebruikt om vijanden daarmee te bevriezen. Ook bepaalde bloemen die kunnen ontploffen zijn erg handig om op je pijlen te zetten, net als de oogjes die ervoor zorgen dat pijlen altijd raken. Zijn je pijlen op? Geen zorgen, je kunt Choo-Choo Jelly ook gewoon op je vijanden gooien. Oh ja, dan rest ons nog het Master Sword. Deze heb je ongetwijfeld gehaald in Breath of the Wild en zal je ook weer willen hebben in Tears of the Kingdom. Wij willen je vooral aanraden om niet op te zoeken hoe je deze krijgt, want de game zal je vanzelf naar het zwaard leiden. Als je spoilers wilt vermijden, zoek dan niet op hoe je het zwaard krijgt. Dit zijn de features waarvan wij denken dat ze handig zijn om te weten voordat je begint aan Tears of the Kingdom. Laat gerust weten in de reacties of je dit handig vond of zelf nog tips hebt voor andere spelers. En wil je niks missen over The Legend of Zelda games, dan zit je al goed hier bij IGN.